De gecombineerde wereld- en Europese kampioenschap katamaranzeilen in de Hobbycat-klasse is neergestreken in Noordwijk. In samenwerking met de Hobbycat-klas Associatie Nederland is het de 60-jarige Noordwijkse ZVN gelukt om het gecombineerde wereld- en Europees kampioenschap katamaranzeilen naar de Hollandse kust te halen. 24 deelnemende landen met 291 teams gaan vanaf donderdag 20 juli strijden in verschillende klasses. Het evenement is een wereldkampioenschap voor de Hobby 14 en Hobby Wildcat, de meest snelle katamaran. De Hobby 14 is een klasse die solo gevaren wordt en er komen in die wedstrijd deelnemers van over de hele wereld. Naast het EK zijn er ook WK-wedstrijden, de Hobby 16, de Hobby Tiger en de Hobby Dragoon. Ook hiervoor hebben veel deelnemers uit de hele wereld zich al aangemeld. Voor me staat een ongelooflijk trotse voorzitter van de ZVN, Kees Rodenburg. Meneer Rodenburg, hoe komen jullie erbij om zo'n evenement naar Noordwijk te halen? Nou, we hebben gewoon mee mogen doen in een bieding, zoals dat heet. Het is eerst instantie wordt het Europees aangeboden. Toen kwam het in Frankrijk terecht. In eerste instantie, Nederland heeft het uiteindelijk uit Frankrijk weg kunnen kapen. En onze voorzitter van de HKAN, Klaas van Duin, heeft het aan ons aangeboden, aan Katwijk en aan Zandvoort en meerdere verenigingen. Die hebben allemaal daarover mogen nadenken of ze dat willen en kunnen organiseren. Nou, wij zijn tot de conclusie gekomen dat we het en heel graag willen en ook denken te kunnen. We hebben dat ook toen medegedeeld aan de Hobbycat Associatie en zij hebben uiteindelijk ook voor ons gekozen. Ik denk ook in grote mate omdat Noordwijk Sport City of the Year is. We praten over 24 landen, 278 boten. Wat voor een organisatie moet daar niet achter zitten? Ja, het is een enorme organisatie. We zijn anderhalf jaar geleden ben ik begonnen samen met Jan van Oosten. Uiteindelijk samen om tafel te gaan zitten van gaan we dit doen? Even in het haar gekriebeld. Het is wel een heel groot ding. Durven we het aan? Nou, wij durven het aan, hebben we gezegd. Jullie hebben denk ik heel veel vrijwilligers nodig. Waar komen die allemaal vandaan? De vrijwilligers komen heel veel uit de vereniging, maar ook uit alle hoeken van Noordwijk. Het is werkelijk ontzettend hartverwarmend om te zien hoe mensen in dit evenement staan. Iedereen vindt het leuk om te komen helpen. Er wordt gevaren in twee banen. Eentje voor de Koningin Wilhelmina Boulevard en eentje voor de Astrid Boulevard. Wat kunnen de mensen die naar Noordwijk toekomen, wat kunnen die verwachten? Nou, ze kunnen een spektakel verwachten. Je moet je voorstellen dat er op any time per baan wel een 60 boten of meer op het water zitten. Nou, dat is echt een heel veld, heel mooi kleurrijk spektakel. En halverwege volgende week dan spitst het zich eigenlijk nog meer toe in een echt kampioenschap van de Hobby 16. En daar hebben we zelfs twee vloten, dat heet dan de Silver Fleet en de Gold Fleet. En die hebben ook de Gold Fleet, die hebben dus zeilen die door de fabrikant geleverd worden. De eerste wedstrijden, wanneer zijn die? Die zijn donderdag. Donderdag begint de jeugd met zeilen in de Dragoons. Dat zijn die kleine bootjes die u hier ziet liggen, dat zijn Dragoons. Verder gaan ze zeilen met Hobby 16 Youth, dus dat is een jeugdbootje. Maar dan, het is eigenlijk een Hobby 16, maar de jeugd zeilt hem met spinhaker. En dat is zo'n klein zeiltje in het voor, dat is dat gele zeil wat u daar ziet. Verder zeilt ook nog de Hobby 14. En dat is een wereldkampioenschap, net als de Dragoons. Vanaf welke windsterkte kunnen jullie makkelijk varen? En tot welke windsterkte varen jullie? Nou, makkelijk is windkracht 3. Dat is een heerlijke, ja, is eigenlijk te mooi, te makkelijk om waar te zijn. En bij 4 begint het kaf zich van het koren te onderscheiden. En bij 5 wordt het menes. En bij 6 dan hebben we echt alleen nog maar over de cracks die het echt goed kunnen. De inschrijving voor de wereldkampioenschappen Hobby, die zijn geopend. De truco staat op de boulevard en we komen een Braziliaanse meneer tegen. Meneer Bruno Hoorn, u spreekt Nederlands, hoe kan dat? Ja, een heel klein beetje, maar mijn ouders hebben naar Brazil naartoe gegaan. Ik heb daar geboren en ik heb een beetje Nederlands geleerd. En ik ben hier, spreek een beetje Nederlands. U bent naar Noordwijk gekomen voor de wereldkampioenschappen. Wat vaart u zelf? Ja, ik was kinder. Mijn vader heb geleerd van mij. Zo moet je zeilen, dat moet je doen. En ik al mijn life hij zeilt. Na de registratie op de grote truck op de Koningin Wilhelmina Boulevard worden alle bemanningsleden ook gewogen.
Alle zeilen die gebruikt worden tijdens wedstrijden worden gecontroleerd op gewicht en gemeten of ze aan de reglementen voldoen. Elke morgen worden de deelnemers gebriefd over wat de verwachte omstandigheden zijn, de ligging van de baan en alle andere zaken die belangrijk zijn. Daarna worden de boten te water gelaten. De organisatie zorgt dat de boeien op de juiste plek op zee worden gebracht, zodat de zeilbemanning weet waar ze naartoe moeten. Donderdagmorgen was de start van de eerste race. Het ging daarom de Hobie 14 Worlds, de Hobie Dragoon en de Hobie 16 Loose met Spinnaker Europeans. Ceremony because we want to introduce to you all the countries that are participating in this event. Beautiful picture. Linda is getting them on. Did you get your picture? No. Oh, you have to take a picture over there, Marcel. Change of plans. You see, Linda's redirecting them. They have to go. Tot slot is het hijsen van het officiële wedstrijdzeil de openingsdaad. Met stijgende verbazing zagen jullie het aantal inschrijvingen naar boven gaan. Uiteindelijk kom je terecht op dik boven de 280. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, dat is nu voor een deel onze verdienste en voor een deel ook de tijd die we meegehad hebben. Volgend jaar bestaat de Hobiecat merk, het bestaat dan 60 jaar. En de Hobiecat 14 was de eerste boot. En op een of andere manier is die boot aan een soort van revival begonnen vorig jaar. En we hebben daardoor eigenlijk wel het voordeel gehad dat opeens heel veel mensen vanuit het buitenland, die normaal Hobie 16 tweemansboot zeilden, een Hobie 14 erbij wilden hebben. En dat heeft gemaakt dat daar al heel snel een stijging kwam. En aan de andere kant is het natuurlijk een soort van zelfvoorspellende waarde. Dat als die aantallen oplopen, andere mensen die normaal zouden twijfelen zeggen van hey, hier gebeurt iets speciaals, hier wil ik bij zijn. Dus het was een soort vliegwiel. En toen het eenmaal draaide, ging dat sneller dan wij zelf konden bedenken. Jullie hebben heel veel geluk dat er een heleboel faciliteiten al aanwezig waren, een heleboel infrastructuur. Je hoefde daar niet veel aan te doen. Hoeveel waarde is dat voor jullie? Ja, dat was heel belangrijk. Dat was al belangrijk bij de toekenning van het evenement aan Noordwijk en niet aan Katwijk. De categorie aan hotels hier is gewoon vele malen groter. Kijk, Europeanen komen met de auto, met de boot erachter hier naartoe en gaan ook vaak kamperen. Maar de mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika komen allemaal met vliegtuig. En die zitten gewoon hier. En ja, dat biedt Noordwijk. Dus we hebben een grote club, we hebben een ruim strand, we hebben alle accommodaties. Dat hebben we wel voor in Noordwijk, ja. Noordwijk European City of Sports. Zomaar een stralende burgemeester, want een EK en een WK binnen de grenzen, dat moet toch een droom zijn? Dat is ook een droom. Het is een droom dat wij hier met onze fantastische beach dit evenement binnen hebben gehaald. En,
met elkaar. En je kan laten zien wat je allemaal kan hier in Noordwijk. Ik denk dat de mensen van de European City of Sports met verbazing kijken wat Noordwijk allemaal voor elkaar krijgt. Ja, dat doen ze nog steeds. Ik mocht afgelopen week een audit doen in Gran Canaria. Daar heb ik ook een stad mogen bezoeken. En dan nog wordt er steeds gesproken over wat wij hier allemaal in Noordwijk doen. En ja, daar ben ik gewoon ongelooflijk trots op wat we hier met al onze verenigingen voor elkaar brengen. Hoe kan de gemeente Noordwijk dit evenement faciliteren en meehelpen? Nou, in ieder geval natuurlijk zul je moeten faciliteren in geld. Nou, dat is logisch. Zonder geld kan je geen evenement. Maar op het moment dat wij erachter staan, betekent dat andere sponsoren zeggen... Oh, de gemeente heeft eigenlijk gezegd het is goed... Dan weten we ook dat het een goed evenement is. Dus we zijn ook wel een soort aanjager. Nou, dat doen we op een goede manier. Daarnaast hebben we natuurlijk alle medewerking die we verlenen met de vergunningen die allemaal afgegeven moeten worden. Want er zijn hier meer dan 280 boten. Nou, je moet eens kijken wat dat voor logistiek al met zich meebrengt. Dat kan je niet als organisatie alleen. Daar heb je de gemeente voor nodig. En de gemeente staat garant voor een heleboel gezelligheid. Ja, zeer zeker. Dat ze met dit weer een beetje meer wind zou mooi zijn. Dat gaat ook wel komen. Maar ja, dit is een triple A locatie in Nederland, in de wereld wel. Het is schitterend.